eventjes tussendoor nog. Toeval bestaat niet. En nou was ik dus net op Twitter aan het surfen en er is waarschijnlijk een verkeerd filmpje geüpload bij Op 1 of zo. Want ik was het namelijk aan het kijken. Ik denk, hè? Dus ik was het eigenlijk al aan het opnemen, ook het schermopname aan het maken. En het ging over Britt Dekker onder andere. En die komt op het moment. Die denk ik, nou, ga even checken toch? En ik denk, wat zegt ze nou? Wat zegt ze nou? En op een gegeven moment zit dat filmpje in één keer pauze, of weet ik veel, dat staat in één keer op zand lopen. En hebben ze dat filmpje hebben ze dat gelijk weggehaald en hebben ze een nieuw filmpje geüpload met eenzelfde soort tekst en met een ander fragmentje erin of zo van hetzelfde gesprek. Maar ik had dus toch even mooi het origineel eventjes weten vast te leggen. En ja, is veelzeggend. Check dit. Hier trouwens mevrouw Schenemacher-Borg ook bij jullie aan tafel. Verwachten jullie eigenlijk dat zij te doen gebruikelijk het bedrag gaat verdubbelen? Nou, ik denk dat het boven de 100 miljoen uitkomt. Dus ik weet... Denk je dat? Ja, ik gok er wel. Toch? Oh, nou ja, dat lijkt mij heel veel. Ik zou het wel mooi vinden als het zelf verdubbelen, maar dat denk ik niet, toch? No pressure. Ja, ik weet, kijk Sven, ik denk dan, die minister die komt daar niet... Met lege handen. Met lege handen. Maar waar ze wel mee komt, weet ik niet. Je hebt toch het script, daar staat het waarschijnlijk wel in. Nou ja, kijk, ik bedoel, als zij zegt ik kom, dan kom je niet om te zeggen van... Nou, als je me nou zegt, dat is maar wat jullie bij elkaar hebben gebracht, de Nederlandse samenleving. Dan zal zij daar nemen. En uiteindelijk hebben ze ervan gemaakt dit. Jullie kunnen haar ook oproepen, de minister. Nou, Sven, het is jouw programma. Ik zou haar Sven, oproepen. Sven, pak de camera. Nou ja, nee, het is jullie actie morgen. Nou, Sven. Jij doet net alsof je er niks mee te maken hebt. Helemaal niet. Oh. Maar het is jullie programma. Dus ik dacht, ik verwacht van jullie wel een oproep aan haar. Nou, bij deze Sven, Jeroen en ik verwachten dat je het eindbedrag gaat verdubbelen. We zouden het erg waarderen. Dus, En je dan denkt, hier komt Kepassa, op 1. Dat is dit nou, Brit. Hè? Hebben jullie inderdaad een script waarin alles staat, ook van de toekomstige gasten over toekomstige beslissingen? Het is allemaal een scam, of niet? Je hebt toch het script, daar staat het waarschijnlijk wel in. Nou ja, kijk, ik bedoel, als zij zegt ik kom, dan kom je niet om te zeggen van... Nou, als je me nou zegt, dat is maar wat jullie bij elkaar hebben gebracht, de Nederlandse samenleving, dan zal zij daar nemen. Wisten we natuurlijk al, maar het is allemaal een scam, mensen. En dat dit pareltje... per toeval zo op mijn Twitterweg tevoorschijn kwam... op exacte minuut en seconde na... dat ik ook toevallig dat aan het opnemen was. Thank you, God. En het geeft mij weer een extra toeltje en aanzetje... om te zien, kijk. Het is allemaal een fucking script. En dat is dus met alles wat we zien. Besef even, want ze hebben het namelijk over de verantwoordelijke figuur die dus een uitspraak kan doen in wat dan ook. Hè? En je staat toch in het script? Dat is toch al bekend? Hè? Het is toch ook een fucking scam? Wel trusten dus mensen.